trappelen doet elke baby. En dat is maar goed ook, want het ontwikkelt de spieren. Om dezelfde reden zijn ook de eerste looppogingen zo gezond. Zijn de kinderen eenmaal op school, dan wordt dit zelfonderricht vervangen door geregelde oefeningen onder toezicht. Zo groeit het kind op tot een jong mens, recht van lijf en leden. Als de jeugd echter de school verlaat, laat de verdere lichamelijke opvoeding dikwijls veel te wensen over. Tallozen komen in beroepen die zich niet voor voldoende spierontwikkeling lenen. Ze zitten of staan de hele dag en het lichaam is slechts gedeeltelijk in beweging. Daarbij komt dat velen hun vrije tijd nu ook niet bepaald sportief doorbrengen. Rust roest. Sportbeoefening is hier de beste remedie. Nederland heeft echter een groot tekort aan sportleiders. Om hierin te voorzien is door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een centraal instituut voor sportleiders opgericht, kortweg het CIOS. In een cursus die 2 jaar duurt, krijgen de hiervoor uitgekozen jonge mannen een grondige theoretische zowel als praktische opleiding. Sommigen kunnen zich specialiseren in een bepaalde tak van sport. Na het behalen van het Rijksdiploma zullen de sportleiders onderricht geven aan clubs, in fabrieken, bij brandweer, politie en soortgelijke organisaties. Sinds korte tijd zijn er reeds enige bedrijven in Nederland die hun personeel in de gelegenheid stellen tijdens de werkuren gymnastiek te beoefenen, daarbij uitgaand van de gedachte dat sport niet alleen gezond maakt, maar tevens levensvreugd en werklust schenkt.